Hi guys, welkom terug op Frank en Simone YouTube Live. We zijn weer. Nou, vandaag is weer een nieuwe dag. Vandaag is maandag. Ja, maandag 31 oktober. Morgen is al 1 november. En voilà, zes is het weer december, guys. Oké. Zo, ik heb wat snacks gehad van Jill. Ja, ik mention haar naam ergens straks. Waar je lekkere snacks kan kopen. Zo, ik ben nog niet klaar. Ik heb hier van Jill gehad wat lumpia's. En wat rissoles. Ja. En wat deze. Zo, ik ga hem. Ik denk dat dit ook zal is weer, Nina Sabi. Ik ga hem ontdooien. En dan ga ik hem bakken. Dan geef ik jullie straks een review van de lekkers van Jill. Oké, dat zo je. Hey guys, I'm back. Ik heb de snacks gebakken van Jill. Ja. Kijk hier, dit is de rissoles, dit is de lumpia en dit is de saté van Jill's de snack. Ik ga straks op het eind haar Facebook page zetten en dan kunnen jullie op haar page gaan en ook de lekkers van haar bestellen. Ik heb al goede feedbacks gezien op Facebook en mijn zwager zelf, die ook snacks heeft gekocht bij Jill. Echt, ze zegt het is heerlijk. Ondanks de snacks koud zijn, toch is het super, super heerlijk. Dus, ik kreeg de gelegenheid ook om haar lekkers te proeven. Dankjewel duizendmaal Jill, dat ik van je lekkers ook mag genieten. Ik heb hem hier gedaan, dus... Jullie moeten niet naar dit kijken. Dit heb ik van de kerstbrood genomen. Jullie moeten die dingen niet weggooien hoor. Want jullie kunnen het ook goed gebruiken voor feestjes. Kunnen jullie ook zo de lekkers dienen aan de gasten. Ja, is gewoon een idee van mij. Je hoeft het niet te doen hoor. Maar just yeah, my idea. Oké. Ik ga alvast de saté proeven. Ik heb hier wat sambal ketchup. Je maakt maar watertanden. Ja, hier heb ik de saté van Jill. Ik heb hem gebakken hoor. Het is bewezen. De saté. Als sweet gevallen. Is het lekker is de dans ik daarbij. Ah, lekker. Goed. Ja, voordat ik verder ga met lekkers proeven, wil ik een speciale shout-out doen naar mevrouw Mieke Rasidin. Dankjewel voor uw messenger. Ja, heel lief van u dat u een friend request heeft gestuurd op Facebook.
En hij zei van, hey, moeder van Donna wil me graag volgen. Dat vind ik heel fijn. En ik heb u gelijk geaccepteerd. Ja, dankjewel voor uw friend request. En dat u een lieve bericht heeft achtergelaten op Messenger. Ja, helemaal vanuit USA, New Jersey. Ja, ik voel me goed. Dat mensen van heel ver ook naar mijn video's kijken. En ja, speciale shout-out aan u, mevrouw Mieke. En ook aan Donna. Ja, volgen jullie ook haar op YouTube? Just us, no? Als ik het goed heb hoor. Ik moet zoeken bakken. Dan ga ik het linken ergens. Maar goed. Ja, dankjewel families van mevrouw Mieke en Donna die naar mijn video's kijken. Een shout aan jullie. Een shout-out aan jullie allemaal. Ja, mwah. Oké, dan ga ik verder met proeven. Dan ga ik nu naar de lumpia. Hier de lumpia. Ik heb mijn eigen sambal ketchup gemaakt. Ja. Nog sambal ketchup gemaakt. Ik proef bamboe. Ik proef carrot, denk ik. Kip. Het is echt apart, guys. So delicious. Yeah, boy. You are genius. En nu de risoles. Kijk er. Save the best for last. Guys, om eerlijk te zeggen, ik hou niet echt van risoles, maar deze. Mooi. Als ik zeg dat het lekker is. Straks is het december. Beginnen jullie te bestellen, want ze heeft het echt druk, guys. Zo, ik waarschuw jullie. Boy, alleen maar vlees. Alleen maar vlees. Ik proef roomboter. Hi guys, ik ben terug. Ik heb 3 risoles gegeten, 3 saté gegeten. 1 lumpia. Ik heb nog 2, straks ga ik door. Of ik ga mijn partner laten. Heerlijk. Jill.
100 takka miljoen punt krijg je van je lekkers. Je bent heel apart. Je lekkers echt ook apart. Een echte shout-out naar jou van. Dat je gezegende handen hebt. Dat je zulke lekkere snacks kan maken. Ja, en special shout-out naar Janine. Dankzij jou heb ik echt geprobeerd te vragen naar haar lekkers om te reviewen. En ze heeft gelijk gereageerd dat ik mag komen halen. En yes, het is gewoon worth it. Ik moet even drinken hoor. Zo, dan ga ik een shout-out doen naar de vorige video. Ik heb hele mooie reacties gehad. Er zijn mensen die een bericht hebben gestuurd waarom mijn gezicht zo glow. Ik zet echt niks van mijn gezicht voor mensen. Letterlijk niks. Sowieso stresst iedereen. Jullie denken dat ik niet stress, maar ik stress wel hoor. Bepaalde dingen. Als eerste stress je al van waarom die dingen zo elke dag duur worden en zo, weet je. En ja, dat is al stressen voor mij. Jullie denken dat dat niet stressen is. Dat is al stressen. Dus dankjewel dat je me een compliment hebt gegeven. Ondanks ik zo'n leeftijd heb dat ik glow. Ja, ik glow. Ik probeer te glowen. Sowieso zijn er problemen achter de rug. Maar dat ga je een beetje achterwege laten. Want je wil je YouTube, je vlogjes niet bederven met een lelijk gezicht of zo. En ja, de meeste mensen die me kennen begrijpen het wel. Ja. En shout-out naar Christa Scheuer. Die altijd update is op mijn vlog. Manish, Ninashki Gampad, Lencia, Niti Rejo, Claudino, Veronica, Tanuluxana, Merlin en Jonathan Vlogs. Mwah, love you guys. Roshni Louten, Sarah Muhammad, Sunita Puran en Siasi Angracia Wasiam. Zo, ja, dat waren de shout-outs voor vandaag. En bedankt voor het subscriben, voor de nieuwe subscribers. Ja, en thanks a lot. Zo, ik moet groeten. En ja, tot de volgende video, guys. Mwah.